Vandaag maken we een start eigenlijk met de vernieuwing van een van de entrees van Nijkerk, van de kern Nijkerk. Met een onderdoorgang is mij in het verleden altijd verteld, dat is de echte kreet, maar wij hebben het eigenlijk altijd wel over een tunnel. Dat is een markante dag voor de omwonenden, want ik sprak er net al een aantal en voor hen is het natuurlijk de afgelopen periode iedere keer nieuwe geluiden, nieuw lichtinval, nieuwe routes naar hun huis geweest en met ingang van vandaag ziet dat er weer anders uit en begint het een beetje te worden wat het de komende jaren zal zijn. Dank voor uw bereidheid om hier goed aan mee te werken en ik vond het leuk om net te horen dat ik van uw kant ook heel veel complimenten heb gekregen over de manier waarop onze mensen en de mensen van de uitvoerders dit hebben opgepakt. Hele goede samenwerking geweest en dan krijg je blije gezichten. Dat is leuk om te horen. Ik behoor tot de categorie mensen die dagelijks van deze route gebruik maken en ik zal eerlijk zeggen, ik zal de alternatieve route gaan missen, want het is toch echt wel een leuke slalomroute die we hebben mogen rijden. De fanatieke mensen die echt de smaak te pakken hebben, die kunnen hem ook blijven rijden, maar ik vermoed dat ik tot degene behoor die de rechte lijnen gaan trekken en de korte routes gaan nemen. En af en toe moeten we dan stilstaan bij een stoplicht wat er is om de mensen die naar het zwembad gaan of de mensen die naar de school gaan voorbij te laten gaan. Nou, dat zorgt ervoor dat we onze snelheid in ieder geval in toom houden. Het contact met de omgeving, er zijn nauwelijks incidenten geweest. En wat er is geweest zijn aan oplossen, we hebben in goed overleg met elkaar gewoon opgelost. En dat is ook de werkwijze, het pragmatisme wat de gemeente voorstaat en waar wij ook van zijn. We hebben bij de dienstelling gehad, van mij hebben we één weekend dat we heel wat hinder hebben gehad. De wind stond verkeerd, het heiwerk liep wat uit. En dat heeft gezorgd dat mensen de nacht niet hebben kunnen slapen. Maar dat, voor mij is dat ook het enige wat heeft gespeeld. Het weekend daarna in juli is allemaal goed verlopen. En we zijn verder gegaan met de afbouw. Beton gestort. We hebben nu het asfalt erin gedraaid. Het eerste laag. En wat er nu nog staat te gebeuren, is het geluidsscherm wordt afgebouwd. Er komt nog één deklaag ergens in april of mei, waarschijnlijk mei, Alfred. En dan gaan we nog wat leuningwerk aanbrengen en dan ergens in juni zal het opgeleverd worden en zal de onderdoorgang echt feestelijk in groot gezelschap worden geopend. Kijk. Dit soort plaatjes. Het zit in het glas, dus we hebben er allemaal kleine puntjes van gemaakt. Pixels heet dat tegenwoordig. En straks komt de verlichting in de bovenkant van die leuning die er overheen loopt. En die verlichting die straalt dit aan. En als het goed is, wordt dat een beetje levendig s'avonds. Dan krijg je een levendig beeld s'avonds als je er doorheen rijdt, er langs rijdt. En overdag is dat wat anders, dat zal wat fletsers zijn. Welkom allemaal. Volgens mij de meeste bewoners hè, die nu in mijn groep zitten, of niet? Klopt. Ja. Klopt, ja. Ja. Dus de meeste hebben denk ik de bouw wel meegemaakt, denk ik, van helemaal. Het is een klein jaar geleden volgens mij dat we hier waren begonnen met het prefab dek te maken. Ja. Volgens mij in april of mei is dergelijks. Toen hebben we uiteindelijk de eerste buitendienststelling gehad. In mei, toen met het heiwerk, ik denk dat iedereen dat sowieso nog weet. Omdat hier de kleilaag zit, in deze gebieden, hebben we eigenlijk de kleilaag kunnen gebruiken. Als afsluiting van het water, want omdat de onderdoorgang ligt onder de grondwaterstand. Dus je kan niet zomaar gaan graven, dan zit je in het grondwater. Dus eigenlijk de hele bouwkuip die geplaatst is, dat is, dat is ideaal geweest hier omdat de kleilaag zat eigenlijk, zodat die hebben kunnen gebruiken. Zoals jullie zien, de schildjes staan nu even tijdelijk, omdat we nog tegelwerk en dergelijke aan moeten brengen op de wanden. We hebben gemaakt voor 2x2 rijbanen. Het is eigenlijk voor de toekomst gebouwd, zeg maar. Want het is, in de basis zou die voor 2x1, dus dat je gewoon deze twee rijstroken die je nu ziet, zou ook in gebruik zijn. Als je onder het plafondbedrag bleef bij inschrijving voor 2x2, dan kreeg je bonuspunten. Wij hebben hem ook ontworpen binnen het budget voor 2x2, dus daarom is ook een van de redenen zeg maar, dat we het werk ook wel gekregen hebben. Zeker. Als het heel hard regent, hè? Ja. En het
het wordt heel, dat hartstikke, je hebt daar een grote plas, hè? Is er ergens een afvoering? Of dan is straks ga ik daar in mijn auto rijden. Ja. En is mijn motorblok naar de Filistijnen. In het middelste deel, ja? Er zit een waterkelder, heet dat. Oké. Okay. Want dat kan niet in het riool stromen, want het riool die ligt hoger. Als en ook de sloot en alles ligt hoger dan het laagste punt. Dus okay. Je kan er niet heen lopen. Er zit een waterkelder, die is 25 meter breed. 7 meter diep, zeg maar, van de andere kant breed. En 3 meter diep. Dus dat is wel een redelijk groot bassin, zeg maar. En deze wanden worden allemaal getegeld? Ja, ja. En dat is goed schoon te maken? Met graficiën en zo? De tegels, ja, er komt anti-graffiti op. Oh. Maar ze kunnen er nog steeds op spuiten. Ja, maar dat het er makkelijk af kan. Natuurlijk, ja. Kan het er makkelijker af, ja. Oh, ja.